Ik ben met roken gestopt. Ik denk, ik trek een plastic zak over mijn kop, scheelt me een hoop geld en ik heb het net zo benauwd. Nee, ik ben naar de kapper geweest. Het is geen gezicht. Ik had haast. Ik zei, hou het kort. Ik kwam de winkel uit en op de ruit stond Kapsalon, Samson en Delilah. Ik had beter moeten weten. Altijd haast. Gisteren rende ik het theater uit. Ik sprong in mijn auto. Ik werd aangehouden door de politie omdat ik te snel reed. Gelukkig werd ik niet herkend, want ik had een plastic zak over mijn kop. Ik gaf een vals adres op, het adres van mijn schoonouders. Een andere vals adres schoot me zo gauw niet te binnen. En dan die verlegenheid. Ik sta voor een lege zaal. Het gelach is op de band opgenomen, maar ik heb niks in de gaten, want ik heb een plastic zak over mijn kop. En de dokter zegt, ga er eens uit, maar waar moet ik nog heen? Probeer Luxemburgers. God, wat een klein pokkenland is dat, zeg. Ik ben er niet eens geweest, dan zat ik weer in Duitsland, dan zat ik weer in België. Bepaald geen landen die goed zijn voor een verlegen jongen als ik. Dan heb ik een vriend die probeert mij er een beetje bij te betrekken. Die stuurt me af en toe eens een knipseltje op bij de krant. Ik zaterdag een knipsel waarin stond dat uit onderzoek bleek dat achterdochtige mensen eerder doodgaan. Loop ik al 3 dagen te denken wat hij daar nou mee bedoelt. Ik zit hier helemaal niet. Ik zit lekker in Amerika. Ik heb alles op de band opgenomen en mijn buurman een plastic zak over zijn kop getrokken. Ik heb een plastic zak over mijn kop getrokken. Het is geen gezicht. Maar als ik hem afzet, schrik je helemaal te pletten. Ik heb de gevrezen ziekte. We gaan het vanavond hebben over verlegenheid. Kijk, verlegen mensen zijn mensen die... Die je mond houden zodra andere mensen aan het woord zijn. Geen gezicht, zo'n plastic zak over je eigen. Daarom is het een hele goede therapie om eens een bandje op te zetten. En wat er ook door die andere gezegd wordt. Nee, wacht. Om zo goed, gewoon... Wacht, ik heb het heel veel. Mogelijk door... Ik kan het zelf dat niet. Zo. Ik geef het de band afzetten, ik kom zo terug. Geen gezicht. In de band. Kleren hond. Ik moet namelijk op de hond van Willy Walden passen. En ja, die heeft nou zo'n pitbull terrier, hè? Die, ja. Hadden toch altijd die reis met krentenhond met z'n tweeën, dat weet je wel, hè? Die hebben ze doodgezart, hè, met z'n bijtjes. Ja, die hond moest altijd kwispelen, altijd kwispelen. Die is een staartkanker doodgegaan, hè? En, die hond heeft in zijn stervensuur gedacht, als ik terugkom, dan als pitbull, hè? Dus Ozen dacht, ik leer hem dezelfde kunstjes. En hij riep tegen die hond, spreek! Van mijn partij vuiligheid uit, zeg. Dus Willy riep, af! Nou, gehoorzaam zijn ze, beet gelijk zijn vinger eraf. Ik zeg tegen hem, blij zijn dat je geen dood geroepen hebt. Ozen Rasmussen, die kent u wel. De vrouw van Willy wel. Ozen Rasmussen, ja, die ken je. Ik had toch gezegd dat ik naar de kapper geweest was, of... God, dat het zo in zou slaan, zeg, had ik niet gedacht. Nee, je zit achter je bureau om al moeilijke grappen te verzinnen, maar... Hier kom ik echt niet meer bovenuit vanavond, zeg ik, hoor. God, als ik dat gereed had, had ik mijn kunstbenen ook aangedaan. Nee, we gaan het hebben vanavond over verlegenheid, hè. Brutalen hebben de halve wereld, laten wij nou eens die andere helft pakken. En hoe doe je dat? Hoe kom je over verlegenheid heen? Door elkaar vertrouwen te schenken. U moet mij een beetje vertrouwen. Doet u niet helemaal, geloof ik, hè? U gelooft niet dat ik verlegen ben waarschijnlijk, hè? Maar het is dat er 2 mensen met geweren aan de zijkanten staan. Anders zou ik het heus niet kunnen. Maar vertrouwen. En hoe krijg je nou vertrouwen in elkaar? Ik weet niet of u kinderen heeft. Niet? Nee, maar als je vroeger met je baby naar zuigelingenzorg ging, dan zei ze, u kunt het vertrouwen van het kind winnen door zorgvuldig de 3 R'en toe te passen.
Ik weet niet of er moeders zijn die ze nog kennen. Rust. Regelmaat. En reinheid. U mag straks even Rijksdaalder bij de kassa teruggaan. Hè? Rust, reinheid en regelmaat. Drie R, heel belangrijk. Dus ouders in spe, als je kinderen hebt, ze huilen, je vindt het vervelend. Je mag ze slaan, maar doe het rustig. Doe het vooral regelmatig. En eerst je handen wassen. Komt vanzelf een dag dat ze terug beginnen te meppen, hoor. Dat is wel leuk om even te vertellen. We waren met deze voorstelling in Maastricht, in zo'n tent. En ja, theaters heb je daar nog niet. En had je naast die tent had je zo'n kapel, hè? Onze Lieve Vrouwenkapel. Nou ja, van hun dan, hè. En dan komen dan oude vrouwtjes komen daar dan, hè. En die gaan dan kaarsjes branden, hè. Die gaan daarbij bidden, gaan ze er bidden. Bidden, bijvoorbeeld bidden ze dan dat zo'n orkaan aan de andere kant van de wereld blijft, hè. Bijvoorbeeld, hè. Want als hij hier komt, blaast hij die kaars uit natuurlijk, hè. Een beetje zo tegen het eind van de voorstelling. Ik was net bezig de boodschap door de strot van het publiek te douwen. Je kent dat moment wel, een beetje spannend, hè? Kan ook niks hebben dan. En normaal gesproken, als iemand te laat komt, kan hij een kat krijgen en gaan we weer lekker verder en zo. Hè? Maar nu, dat oude vrouwtje komt met die kaars aan, heel storend. Loopt het hele gangpad door en komt vooraan het podium en zet hem neer. En ik geef er al wel, zeg, wap! Ja, ik had iets gelezen over bejaardenmishandelingen en zo. En ik had dat zelf nog nooit bij de hand gehad. Maar ik moet je eerlijk zeggen, viel me niet tegen. Nee, dat viel me niet tegen. Tot nu toe heb ik alleen nog maar mijn vrouw en mijn kinderen geslagen en zo. Maar dit had wel iets, hoor, ja. Nou, dat gebiedje dat zo wam door die tent vloog. Ja, maar fijn, dan weet u ook gelijk hoe ik aan dat pruikje kom, hè. Nee, ik ga de laatste tijd met steeds meer plezier weer eens even bij mijn oude moeder op bezoek. Vertrouwen. Vertrouwen is heel belangrijk. Heel belangrijk. Kijk, want pas als het vertrouwen er is, dan kunnen we een stap maken naar concentratie. Concentratie. Een kind zonder vertrouwen, potlood en papier, geven knak. Maar een kind met vertrouwen, gaat zich concentreren. Trekt zich terug in een klein hoekje van de kamer en gaat zich concentreren. En dan versta ik, onder concentratie versta ik 100% denken aan totaal niets. Of totaal denken aan 100% niets, kan ook. Maar concentratie, dat blijft erbij, hè? Dat kan gebeuren, maar concentratie. Hè? Concentratie is absoluut denken aan totaal niets. Vlak na de oorlog, over concentratie gesproken. Hè? Nee. Niet overal iets achter zoeken. Nee, dat is overconcentratie, hè? Nee. Vlak na de oorlog ging ik naar Parijs. En dat was wat, hoor. Vlak na de oorlog naar Parijs. TGV had je niet, hè? Train de Grande Vitesse had je niet. TV had je nog niet eens. Er was zelfs geen T. En ik loop in Parijs en dan had je daar die Rue de Boulevard, hè? Ja, al die straatnamen lijken op elkaar. Hè. Kan ook de Avenue du Boulevard geweest zijn. Of de Rue de Avenue du Boulevard. Zou kunnen. Of de Gas du Rue du Avenue du Boulevard. Dallé. Zoiets eigenlijk. Die periferiek. Zoiets. Place de Rue de Avenue, de Gas du Boulevard. Dallé, die periferiek. Zoiets eigenlijk. En die straat die liep langs de Seine. Hè, want het is één groot toneelstuk Parijs. Hè. En dan had je daar. Had je er van die huizen met kelders. Dat vond ik nog zo gek. Ik denk buitenland, Parijs. Hè. Zou wel anders zijn. Nee. De kelders zijn daar ook gewoon onder de huizen, hè? Heel gek. En uit een van die kelders steeg de rook op van jazzmuziek. Jazz. Jazz is, je hebt een schemaatje, 12 maten bluesschema. En dan heb je bijvoorbeeld een band die speelt op dat schema, speelt die een thema, hè, de blaasinstrumenten. En dan heb je dus daarna twee keer heb je thema gespeeld, krijg je improvisatie, alle instrumenten improviseren een keer. Tot slot spelen ze nog één keer op het schema thema, dan heb je de capo en nou ja, dat is dan jazz, ja? Dan heb je bijvoorbeeld heb je allerlei stijlen, hè? Je hebt bijvoorbeeld, heb je ook free jazz, hè? Dan is er geen thema. En geen schema ook trouwens, en dat is echt doortetteren tot de lucht op is. Dus ik duik de kelder in, hè? Hollandse jongen. Even kijken wat er aan de hand is. Hè? Misschien liggen er wel aardappelen of zo. En dan speelt voor mij die avond, ongelooflijk, speelt voor mij die avond in dat keldertje in Parijs de Haute Club de France. Ik weet niet of
of iemand dat iets zegt. De Odd Club de Vrouw. Noemt u zijn naam. Noemt u zijn naam. Django Reinhardt. Ja, Django Reinhardt. Dat is goed. Django Reinhardt, dat was de leider van de Odd Club de Vrouw. Ja, dat was een zigeuner. Hè? Zigeuners? Zigeuners, dat zijn romantische mensen. Zigeuners zijn romantische lui. Die houden van vrijheid. Hè? Die hebben een auto en een caravan. Nee, niet dat soort. Nee, het zijn nomaden. Nomaden zijn het, hè? Pure mensen. Want als je nomaden uit het Engels vertaalt, krijg je niet gemaakt, hè? Pure mensen zijn het, hè? Romantische lui. Houden van vrijheid, hebben een auto en een caravan. En gaan van de ene plek die door de gemeente is aangewezen naar de andere plek, hè? Bovendien, het leuke van zigeuners is, dat is de enige minderheid die consequent de vooroordelen die anderen tegen ze hebben blijven bevestigen. Dat is wel sympathiek. Nou, die Django, iets verkeerds gezegd. Die Django Reinhardt, die Django Reinhardt die speelde gitaar. Dat was een gitarist. En in die tijd had je nog niet van die plectrums, van die plastic driehoekjes om de snaren aan te tippen. Deed je met de blote hand. Met de blote hand en die Django Reinhardt had desgevolgen nog 3 vingers. Dan ging per seizoen ging daar een kootje af. En die Django Reinhardt, dat was de leider. En dan had je bij die Odd Club de Frans, speelde ook nog een Stehgeiger. Een Stehgeiger, dat is een... Geiger is violist, hè. Steh is staan, dus dat was de staande violist. He? Theo Olof is een Sitzgeiger, hè. En ik heb mezelf door zijn vrouw laten vertellen dat hij ook nog wel eens... Maar goed, dat is een heel andere vrouw. Dat was de Stehgeiger en die Stehgeiger, Geiger, die heette Stefan Grappelli. Stefan, en die had in de oorlog een beetje pikante dubbelrol gespeeld. Nee, weet dat niet helemaal. Fijn, hij moest even omgeschoold worden. En dan hadden ze als vervanging, als replansant, dat speelde in Frankrijk, hadden ze in de Congo, dat heette toen nog Zaïre, daar hadden ze... Nou, je moet mij een beetje vertrouwen, dames en heren. Dan hadden ze in de Congo hadden ze een boom van een neger gekapt. Een oermens, een reus. En die speelde die hele avond bij de Odd Club de Vrouw op een soort fluitje. Eigenlijk was het geen fluitje. Misschien iets te snel gezegd. Een trombone was het zeker niet, maar... Nee, hoe kom je daar naar beneden? Ja, had ik maar gezegd trombone, want ja, als ik zeg het is geen trombone, dan denk je niet van, wat zal het anders zijn? Maar zegt het is geen fluitje, denkt iedereen toch, zou wel een fluitje geweest zijn. Dat is heel gek. Nee, maar ik wil dat toch graag even corrigeren en nuanceren, omdat ik niet over 20 jaar iemand van dit gezelschap wil tegenkomen, hier op de boulevard, of die opeens tegen me zegt, het was helemaal een fluitje, hè? Nee, het was geen fluitje, nee. Sorry, maar dat ik u... Nee, het was een soort hout... Het was geen hout. Nee, ik weet niet of u wel eens in Congo geweest bent, maar heb je die Zaïre, die slingert zich daar zo doorheen, hè? En heb je langs de oever van die Zaïre, heb je van die struiken? Ja, eigenlijk zijn het geen struiken, hè? Het is een soort gewas. Ja, was het maar gewas. Men weet het niet, Men heeft het vermoeden dat er iets onder de rivier door opeens, want ja, als ze het willen onderzoeken is de weg ook. Men vermoedt dat er aan de overkant bosjes mannen met iets van stokken opeens zo doen, dat door de struiken opeens omhoog schieten. Men weet het niet. Want als ze naar willen kijken, trekken ze gauw terug en dan zijn ze weg. Dus zeg maar, uit die struiken die niet bestaan, was dat fluitje wat geen fluitje was, niet gemaakt. Begrijp je? Nee, wacht even, dan heb ik het erg ingewikkeld gemaakt. Wacht, even een voorbeeld om eruit te komen. Hè? Even een voorbeeld. Bijvoorbeeld, als ik nou eens bijvoorbeeld zeg... Hè? Als ik nou eens bijvoorbeeld zeg, dit is geen waaier. Ja? Slecht voorbeeld, want het is wel een waaier. Nou, eens even kijken. Houdt u van schilderkunst? Geen punt. Er is namelijk een schilderijtje van René Magritte, hè? Een Belg. Eigenlijk is het geen Belg, hè? Want Belgen bestaan niet. Hè? Belgen bestaan niet, nee. Je hebt Walingen en je hebt Vlamonen, maar... koning is misschien een Belg. Nou ja, dan begrijp je ook waarom al die moppen gemaakt zijn, hè? Die René Magritte, dat is een surrealist. Ja, nou... Hij heeft ook specifieke dada-achtige trekjes, hoor. Dat is heel gek. Maar ja, een surrealist, ik bedoel... Omdat hij ook de enige was, kon nooit de stroming worden. Hè? Dus ja, laten we het erover ophouden. Die René Magritte, die had een schilderijtje gemaakt van een pijp met een ronde steel.
En daar stond onder, ceci n'est pas une pipe. Dit is geen pijp. Nou, moet je even die onderste tekst weggummen. En dan komt iemand in een museum en die ziet een schilderijtje. En die loopt er langs. En dan denk ik, oh, een pijp. Huh? Maar nu staat er dus onder, dit is geen pijp. En dan komt diezelfde man in het museum, kon aangelopen. Het is wel een pijp. Hij is wel een pijp, hoor. En dan heel langzaam wordt het woord sterker dan het beeld. He, de tragiek van de schepping, hè? Heel langzaam wordt het woord sterker dan het beeld. En dan, oh ja, nee, het is geen pijp. Het is geen pijp. Het is een schilderij van een pijp. Begrijp je? Dus het is geen schilderij van geen fluitje. Misschien had hij wel helemaal geen instrument. Zou best kunnen. Er is later nooit iets teruggevonden. Dus zou best kunnen dat hij gewoon een beetje zo stiekem achter zijn handen tussen zijn tanden door. Die een beetje zo voor het optreden uit elkaar kon trekken. Dat hij dan net als Rob de Nijshonden doet of zo. Ja, thuis doet hij altijd dicht, hè? Want anders heb je keelpijn natuurlijk. Dan moet je ontzettend heel pas. Het zou best kunnen dat hij zijn huig zo in een soort cirkel. Het zou best kunnen, ik weet het niet. Maar waar het om ging, en daarom begin ik erover, is hij speelde die hele avond niet meer dan 7 noten. Sept mots, un roi. Incroyable, hè? 7 noten. En moet goed bedenken, was vlak na de oorlog, hè? Dus. Tijden van schaarste. En dan zou je zeggen, kunstenaar, kunst kan je niet limiteren. Kunst kun je niet binden, kun je niet op de bon zetten. Creativiteit is ongebonden. He? Speel maar weg. Speel maar, pak maar eens uit. Zoals in de renaissance of in de barok. Maar deze oermens die niets van cultuurhistorie wist, beperkte zich willens en wetens tot 7 noten. En het was grandioos. Ah, dat heeft een fantastische indruk op mij gemaakt. Een enorme artistiek impact heeft dat op mij gehad. Ja, ik wil het niet ontkennen. Het idee dat ik hier vanavond naar Scheveningen zou komen en niet meer dan 7 woorden hoef te zeggen en dat iedereen zou zeggen, grandioos. Fantastisch toch, hè? Fantastisch. Ik ben nog niet zover, maar... Ik werk eraan. Ik was er helemaal kapot van. Mag u gerust weten, ik was er helemaal kapot van. Dus ik terug naar Amsterdam, had je zo zien, had je een paar pofbroeken, had je een paar gleufhoeden en een paar semi-intellectuelen. En dan zei ik ben in Parijs geweest, een grandioos. En iedereen, oh Parijs, oh dit en dat, oh, jaloers. Maar er was één figuur die zei, hoe zit dat, kan ik eens met je mee, vertel eens op. En iedereen zei, ja, die gelooft altijd alles, die vindt altijd alles prachtig. Simon Vinkenoog. Simon. Niet erg bekend hier, geloof ik, hè? Goh, hoe is dat mogelijk, hè? Dat is dan een van onze grootste dichters, hè? Onze grootste levende performing poets, hè? Hoe is dat mogelijk? Ja, je zit met een informatie in je kop die zo onvoorstelbaar waardeloos is. En als het om iemand gaat... Ik bedoel, als je aan mensen vraagt, wat vliegt daar... Vogeltje, hè? Dan zijn ze wel blij met de nuance. Een vogeltje, hè? Kan ook een vis of een tapijtje geweest zijn, begrijp je wel? Dat is zo gek. Mensen, wat een papegaai is, weten de mensen niet meer, maar Litouwers kennen ze allemaal, begrijp je? Hè? Nee, zo bedoel ik dat niet. Nee. Nee, we zijn een hele leuke collega van me, hoor. Een hele leuke collega. We hebben toevallig dezelfde opties, hè? En, nou. Hè? Nee, niet dezelfde oogarts. Nee. Hij heeft namelijk niks aan zijn ogen. Nee. Dat is een placebo dat hij op heeft. Mensen weten dat niet zo. Oh, ik ken hem al jaren. Ik heb voor hem dat liedje New York, New York heb ik voor hem geschreven. En dat is toen kort erop door Frank Sinatra op de plaat gezet. Hè? En kort daarna zijn ze toen die stad gaan bouwen. En... Ja, ik ken hem al jaren. U weet toch dat Lee Chinees is voor kraandrijver? Dat weet u toch, hè? Maar ik mag gewoon kraan zeggen. En, nou, dat vind ik toch wel sympathiek van hem. Want ik bedoel, hij
Nou, hij heeft een paar centen verdiend en dat laat hij ook zien. En dat vind ik geinig. Ja, daar hou ik van. Mensen die dat gewoon laten zien. Dat vind ik toch sympathieker dan mensen zoals ik die dat moeten verdoezelen. Ja, dat vind ik zo. Dat heeft zoiets krampachtigs. Ik bedoel, ik heb een Rolls Royce, maar ik mag er de garage niet meer uit, hè? Ik zit een half uurtje per dag, zit ik zo niet. Maar dat is vreselijk natuurlijk. Hè? Maar ja, die Towers, die kan lekker rondrijden in die Rolls van hem. Heerlijk. Hij heeft zo'n speldje met zijn naam is er ver. Oh, zou ik ook best willen. Ik ben misschien wel drie keer zo rijk als hij, maar ja, dat kan niet, hè? En dan had hij dat restaurant, weet u wel. Nou, als ik zoiets zou beginnen, zou ik het eethuis moeten noemen. Macrobiotisch eethuis of zo. En we gaan eens gezellig met de kinderen macrobiotisch eten vanavond, hè? Nee, maar... Nou, maar dat was nog helemaal niet zo'n gek restaurant, hoor. Echt niet. Want toevallig ben ik een keer met mijn vrouw... toevallig met mijn vrouw... Nee, dat zou de verkeerde suggestie wekken. Dus... Nee, er is helemaal niks toevalligs aan, hoor. Ik bedoel dat er geen dames met valse verwachtingen in de zaal gaan zitten, hè? Van jou krijg ik na afloop wel. Nee, forget it, ladies. Nee. Nee, laat ik het maar even ronduit zeggen zonder enige gêne. Ik ben volstrekt monogaam. U kan wel raden wie dat was, dames en heren. Ze denkt waarschijnlijk tv-opnames. Ik zal het nog maar eens extra benadrukken of zo. Nou, als ze er niet gezeten, had ik het ook gezegd. Want dat vreemd... Ik kan niet eens uit mijn bek krijgen. Vreemd gaan, ik vind het zo verschrikkelijk woord. Als ik het hardop zeg, dan voel ik door onbekende naden ongedierte oprukken. Ik vind... Ik kan me best voorstellen in zo'n bistro, in zo'n rokerig sfeertje... met die armen zo door elkaar gestrengeld en dan zo'n glas wijn aan je lippen brengen... en ondertussen met die knieën, hè? Zo lekker tussen die jarretellen heen en weer kaatsen, heerlijk. Maar je gaat toch onvermijdelijk naar het punt der waarheid toe dat de schoenen uit moeten. Natuurlijk, als een vrouw de laars aanhoudt, is wel lekker. Hè? Dat vind ik wel lekker altijd. Maar een man met zijn schoenen aan, nee, dat vind ik niks. Dat vind ik echt niks. En dan heb ik nog extra handicap dat de bril een keer af moet, hè? Nou, dat luistert nou, hoor. Dat verzeker ik u. Het zijn echt keren geweest dat ik de bril iets te vroeg had afgezet, hoor. Nou, dat is een soort voorbehoedmiddel voor mij ook, hoor. Echt, hoor. Nee, en dan zeggen mensen, nee, de kick van vreemdgaan is het naspel. Nou, ik weet wel wat naspel is, want ik bedoel, huwelijk is één groot naspel. Ik ben er niet blij mee, hoor, met dat gelul achteraf. Ik hou er niet van. Nee, als ik ergens een hekel aan heb, is dat wel nakaarten. Ik bedoel, dan krijg je allemaal van die dingen van... waarom zat jij eigenlijk daaraan? Ik had in een feministisch vlugschrift gelezen... dat dat wel een lekker verwaarloosd plekje was. Nou, vond ik helemaal niet lekker. Sorry. Maar ja, toen kwam jij daaraan en dat vond ik niet zo lekker. Nee, tuurlijk niet, maar ik denk, als jij daaraan zit... ga ik eens even lekker daaraan zitten. Naspel, heb ik daar een hekel aan, zeg. Klaar, afrollen, pitten. Dat is het. Weet je waar ik ook een hekel aan heb? Voorspel. Ik heb het gevoel als ik mijn schoenen uit heb dat het voorspel al begonnen is. Ik was een keer in de hakkenbar. Oké, ik kom met mijn vriendin. Met mijn vrouw bedoel ik, sorry. Kom ik naar het restaurant binnen, hè? Lee Towers Palace, hè? Kraandrijvers Ballentent. En had je gelijk om de hoek, had je dat aquarium met die kreeft, hè? Met die plakbandjes om een schaar, hè? Schade en schandewijs geworden. Ja, je weet hoe dat gaat. Eerste dag, iemand had kreeft besteld. Lee zegt, ik haal wel even. En hij... En dat vind ik zo... En dan vind ik dat toch zo absurd. Ik bedoel, dat vind ik zo absurd dat je dan als kreeft met een plakband op je schade in een aquarium in Scheveningen drijft. Omdat Willem Duis, hè, hele leuke collega van mij trouwens, heeft een keer op het punt gestaan mij te ontdekken. Zo blij dat het nooit gebeurd is. Nee, maar omdat dan die man die op belastingtechnische reden naar Zuid-Frankrijk is uitgewezen. Uitgeweken bedoel ik. Uitgewezen. Als dat zou kunnen.
Omdat die man in Zuid-Frankrijk gezegd heeft dat die kraandrijver een leuk stukje kon zingen, drijf je nu als kreeft in zo'n aquarium. Stel je voor dat hij gezegd had dat die kreeft een leuk kon zingen. Had Litouwers nam met een pleister op zijn bek op de oceaanbodem rondgezonden. Maar zo absurd zit het bestaan in elkaar. Gek. Enfin. Hij komt die trap af, Lee, want hij was er toevallig. Hè. Normaal is hij met de band in het land. En soms ook wel eens met de band in het land. Maar dit keer was hij dus alleen in het restaurant. En hij komt die trap af en hij is joviaal. Joviaal, dus hij zegt ahoy. En dus ik zeg circus theater. Hè? En toen zeg ik tegen mevrouw. Ik zeg tegen mevrouw, even een dolletje, want hij kan niet tegen gevoel voor humor, hè? Nee, hij kan niet tegen gevoel voor humor. Maar blijft onder ons, hè? Blijft onder ons. En dus toen zeg ik, kraan, wat kost bij jou de kreeft? En ja, daar had hij niet op gerekend. Hij wordt vuurrood. En staat dus een jongen in dat restaurant. Dus hij zegt, garçon. Doodgewone jongen. Garçon, even het menu. Prijslijst. Dus die jongen komt aangelopen en dan begint hij onder de viandes gaat hij de kreeft opzoeken. Dus hij gaat onder de vleeswaren gaat hij de homaar zoeken. Nou, ik had wel in de gaten dat brillenruilen geen enkele zin had. Dus toen komt gelukkig komt de Gérard aangelopen en Lee die zegt Jean-Claude. Jan Doedel heette die waarschijnlijk. Wat kost bij ons de kreeft? En toen zegt die Gérard, die zegt prix du jour, meneer. Toen zegt Lee, hij weet het ook niet. Ik vind het gek dat die tent failliet is gegaan. Waarom vertel ik die onzin eigenlijk? Oh ja! Omdat u Simon Vinkenoog niet kent. Nou. Doe mij nou eens een plezier, dames en heren. En koopt u nou van de week bij gelegenheid eens een dichtbundel van Simon Vinkenoog. He? Hij zal niet weten wat hem overkomt. Goed. Ik kom met Simon in Parijs aan. He? Op de Rue de Avenue du Place de Gaz de Boulevard d'Allée, du Périphérique. En ik ken de weg, dus ik loop voorop, dat keldertje in. En hij achter me aan. En de sfeer was precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Je had daar die Haute Club de France en je had daar die bom van die degen. En daar zaten, ik weet niet waar ze vandaan kwamen, daar zaten die avond twee Italianen. Waar kwamen die vandaan? Waarschijnlijk uit Italië, ja. Er was één voetballer, die had meer verstand van verzekeren, dat zag je zo. En de andere was een professor in de gerontologie of zoiets. Fijn, hij stronk uit zijn bek. En die avond, Django Reinhardt was zijn vinger kwijt, ik zag het meteen. Die avond speelde die negen niet meer dan 6 noten. Ongelooflijk. Precies. En Simon meteen bij je, maar hij zou de 7 spelen. Want ik had onmiddellijk in de gaten dat hier iets heel fenomenaals aan het gebeuren was. Hier was een kunstenaar bezig om zichzelf, als het ware, nog eens een keer, nog eens een keer in te dikken. Nog eens te pureren. Hè? Nog eens een keer zeg maar wat Nescafé al jaren vergeefs met koffie probeert. Hè? Daar was hij mee bezig met zijn kunst. En dat was grandioos. Hè? Dat was grandioos. En het gekke was, ik kende die 7e noot. Hè? Dus hij speelde de 6 en af en toe gooide ik die 7e er ook even tussen. Dus ik begon mijzelf die avond een heel klein beetje muzikant te voelen. Hè? Nou, dat heb ik bij Nescafé nog nooit gehad. Dat ik mezelf een beetje koffie begon te voelen, nee. Maar bovendien het idee dat je als kunstenaar iets kunt geven aan je publiek, waardoor het publiek denkt, hé, ik ben ook creatief. Lees het werk van Vinkenoog erop na. Dit hele thema is doorspekt in zijn oeuvre. Hè? Dat is een hele oeuvre van doorweven. Maar Simon was er ook helemaal kapot van. Helemaal kapot van. Dus niet terug naar Amsterdam. Hè? Ik zat op die tandem, want we waren op de tandem. Nou, ik zat gewoon achterop, ik hoefde niks te doen. Simon als een speer terug naar Amsterdam. En helemaal clean, hè? Helemaal clean. Gebruikte niks, hoor. Niks. En hij in Amsterdam. En hij is de man die iemand kan enthousiasmeren, hè? Enthousiasmeren? Nou, je hebt zin in een boterham en de boter is niet al te hard. Dan kan je enthousiasmeren, ja? Dat kan ook, dat kan ook. Dat je een zeiljacht hebt en de wind staat vanaf de zee en je komt een beetje te hard op de haven af. Enthousiasmeren is dat, ja. Nee, maar ik weet nog heel goed dat het jaar daarop ben ik toen in mijn eentje gegaan met 5 man.
Ja, dat was een van de eerste Deux Chevaux. En, want ik ben altijd gek op reizen geweest. Dat is altijd een van mijn hobby's geweest. Reizen voor de oorlog had ik een van de eerste Solexen. En ik weet nog, dat ging vaak naar Zwolle. En, Zwolle voor de oorlog, dat was wat hoor. Oeh, dat was een mondain stadje hoor. Oeh. Tegenwoordig moet je de weg naar het enige bordeel vragen, maar in die tijd, zeg, dat was ongelooflijk. En dat is allemaal in één klap weggevaagd met dat grote bombardement op Zwolle, hè? Het grote bombardement op Zwolle. Heeft u nog nooit van het grote bombardement op Zwolle gehoord? Nee, tuurlijk niet, staat het niet in die boeken van Lou de Jong. Nee, tuurlijk niet. Vind gek. Nee, tuurlijk staat het daar niet in. Er vallen allemaal rare hiaten in. Allemaal rare hiaten. Ik zal je uitleggen hoe dat komt. Moet je goed luisteren. Kijk eens. Een bombardement is natuurlijk nooit leuk. Hè? Maar Zwolle had het er wel een beetje naar gemaakt, hoor. Ja. Kijk, dat kwam door die Zwolse moppen. Hè? Nou, u wil van mij aannemen, grapje kan geen kwaad. Hè? Grapje kan geen kwaad. Als de stemming deugt, gezelschap is oké, scherf maar raak, zou ik willen zeggen. Maar u moet heel goed beseffen dat dit verhaal speelt vlak op het eind van de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dus dat de stemming verpest was, hoef ik u niet uit te leggen. Hè? En dat gezelschap niet deugde, hoef ik u ook niet aan uw neus te hangen. Misschien de ex-voorzitter van de Bondsdag, maar u hoef ik dat niet aan uw neus te hangen. Was die snel weg, hè, die man? Nou, vroeger was het zo, dan had je zo'n reden en dan opeens zei iemand, is dat wel allemaal in orde wat hij gezegd heeft? Dan wordt de band nog eens afgeluisterd, nou, er een commissie benoemd, komt er een rapportje. Nou, twee jaar later, iedereen alles vergeten, blijft lekker zitten waar hij zit, maar hij was nog niet uitgesproken of ik kon ophoepelen, zeg. Nee, maar dan is die Joodse lobby toch erg sterk geworden, hoor. Nou, hij... Maar je moet goed beseffen dat die Zwollenaren, ja, die maakten in die tijd de ene grap na de andere. Ik zal één voorbeeld geven. Eén voorbeeld. Een knokploeg had dan een bevolkingsregister gekraakt. Hè? 50 voedselbonnen gescoord. En 50 voedselbonnen. Bij wijze van represaille werd dan het dichtstbijzijnde dorp of dichtstbijzijnde gemeente in de buurt geheel uitgeroeid. In dit geval Hattem. Nou, En dan krijgt zo'n, zeg maar, de tweede generatie van zo'n knokploeg, die claimt dan het alleenrecht op therapie van de Stichting 45. Terwijl, zeg maar, de zoon van de slager die door de achterdeur eens een keer een bot naar gegooid heeft naar de hond van de NSB, die door de tuin nog Joden naar Amerika heeft gesmokkeld, zou geen recht hebben op therapie bij de Stichting 45, begrijp je? Ik bedoel, hoe ziek moet je zijn als je een ander niet beter wil laten worden? Ik bedoel, hoeveel oorlogen moeten er nog komen voor eindelijk eens een keer de bokken van het koren gescheiden worden, zodat de schapen het kaf kunnen krijgen? Ja? 50 voedselbonnen. En dan ging je ermee naar de bakker. En dan stond die bakker, die stond het zo geniepig, stond hij dat zo af te poeieren bij zijn weegschaal. Want je had met 50 voedselbonnen recht op 2 gram tarwemeel van inferieur soort. En dan zei die bakker tot slot, mag het iets minder zijn? Goed. Als u na deze hele inleiding nog een lachje eruit gaat zitten persen, vind ik dat tamelijk geforceerd. Ik ben toch duidelijk geweest, dacht ik. Is dan echt nog nodig om dan nog een keer in een soort geilheid van je geld eruit willen hebben op een avond als deze? Kan je dan niet uit respect voor de bevolking van Hattem eens een keer een grap overslaan en denken, inderdaad, dat gaat te ver op zo'n moment? Nee, dan, tuurlijk, we leven in een tijd van vrijheid en je mag lachen waarom je wil. Heb je gelijk aan, daar heb je mij. Maar je weet heel goed dat vrijheid houdt automatisch in verantwoordelijkheid. Hè? Dat weet je net zo goed als ik. En hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe groter de vrijheid. Nou, en als die verantwoordelijkheid iets te groot is, dan maken we de vrijheid iets kleiner. Kijk maar naar Chili. Ik bedoel, het referendum wordt toch al ongeldig verklaard. Zijn ze 6% te ver gegaan, begrijp je? Want we hebben staan juichen omdat 53% nee zei, 47% zei ja. Ik zal nog één voorbeeld geven. Er komt iemand bij een bloemist die zegt 10 tulpenbollen. En dan zegt die bloemenman, meenemen of opeten. Nou, hoe is het nou mogelijk? Ben ik dan nog niet... Hoe is het nou mogelijk dat je dan daar nog een keer om moet lachen? Ben ik toch echt geen scherpslijper, hè? Toch echt niet, hè? Want ik heb heus in het verleden wel eens grappen gemaakt waarvan ik... Kon dat? Ja, dat kon. Maar dit niet. En in Zwolle bleven ze over de grond rollen van lachen. Wat hun betreft kon de Tweede Wereldoorlog nog wel even doorduren. En toen heeft Lou de Jong tegen Wilhelmina gezegd... Platgooien, Zwolle.
Ja, dat komt door zijn koker, hoor. Ja, ja dat was ik, ik was er niet eens over begonnen, maar... Nou ja, hij heeft die hele India-affaire omgedraaid, hè, voor de goede lieve vrede, hè. Dus ik denk, de geschiedenis vervalsen, dat kunnen we allemaal, hè. Daar hebben we echt de historici alleen niet voor nodig. Goed, wij met 5 man. En we komen in Parijs. En precies dezelfde setting. En ik had wel een vermoeden dat er weer iets zou gaan gebeuren. Die neger speelde die hele avond niet meer dan 4 noten. Quatre noix. Dus ik kende er al 3. En ik bleef mij verbazen. Het feit dat een kunstenaar zichzelf beperkte. Hè? Want het is niet normaal. Kijk maar naar de grote shows. Kijk maar naar een koordanser. Een koordanser die begint zijn vak met koor te dansen. En in het begin publiek. Oeh, als die maar niet valt. Oeh. Maar na een maandje weten ze, die valt niet. Het is de koordanser, die gaat er iets bij verzinnen. Hè? Geinig parapluutje komt hij mee aanzetten. Hè? En publiek. Oeh, als dat parapluutje maar niet valt. Hè? Oeh, oeh. En het dos is steeds eruit met een wieletje. Oeh. Maar in feite blijft het hetzelfde. En wat zegt nu deze... Deze muzikale koordanser? Deze muzikale koordanser die zegt... Haal dat koord maar weg. Begrijp je? Dus die gaat opeens op de begane grond lopen. En het hele publiek zegt van... Oeh, als die maar niet valt. Kijk, dat is kunst. Dat is kunst. Vind je het gek dat het impopulair is? Wees blij. Stel je voor dat het in Krullenmullen net zo druk was als in de Efteling. Moet er niet aan denken. Kunst kan mij niet elitair genoeg zijn. Enfin, die 5 man die waren enorm enthousiast. En ik weet nog heel goed dat het jaar erop, toen zijn we met de bus gegaan. En ik weet dat nog, omdat dat toen we er kwamen speelde die neger, die speelde nog 1 noot. En Django Reinhardt die had nog... 1 vinger. En toen zei ik op de terugweg, zei ik in de bus dat ik het een beetje eentonig vond worden. Ja, nee, maar... Dat, kijk, omdat ik natuurlijk 6 noten kende en ik voelde mij veruit superieur aan mijn leermeester. Hè? Dat is zo'n stadium waar je dan als leerling doorheen gaat. En ik heb er achteraf natuurlijk heel veel spijt van gehad. Heel veel. En ik ben eigenlijk het jaar erop, ben ik een beetje als boetedoening, ben ik toen meegegaan. En toen was het echt een rage in Nederland, hoor. Want ik weet wel, toen zijn we gegaan met 2 treinen, hè. En, goh, wat zit uw haar opeens leuk hier. toen zijn we gegaan met 2 treinen. Ik weet nog heel goed, ik zie me nog zitten in die 2 treinen. En dan kwam je aan op het station, hè, Gare du Lyon du Nord. En dan kwam je eruit en dan hoefde je niet meer naar de weg te vragen. Je kon gewoon... Ik kon gewoon met de horde meelopen, want het was zo grandioos populair toen dat we kwamen aan op die Rue de Avenue du Gaz de la Boulevard du Périphérique d'Allée. En het was werkelijk zwart van de mensen stond, het zwart van de mensen buiten. En ik weet nog heel goed dat die Hollanders, van die ken je wel, die komen dan aangelopen en gelijk zo, die ellebogen nu. Ik zeg, wat gaan jullie doen? Ja, we horen niks. Nee, tuurlijk niet. Ja, maar dat was grandioos. Het was doodstil. Doodstil. Fantastisch. En zijn meteen weer door met die elleboog. Ik zei, wat willen jullie nou toch? Ja, kijken of die muzikanten er nog zitten. Begrijp je? Alsof dat er iets toe doet. Kun je je voorstellen dat het op mij, dat het op mij een enorme indruk heeft gemaakt? Het idee. Het idee dat ik hier naartoe zou komen... En dat ik in de kleedkamer kon blijven zitten. En dat u lekker hier in de zaal zat. En dan zou ik gauw slim genoeg zijn om te denken, ik blijf lekker thuis. En als u slim genoeg was, kwam u vanzelf ook tot dat inzicht. Maar ja, dan was ik al binnen natuurlijk. Hè? Grandioos, grandioos. Doodstil. En dan hebben de mensen toch... De mensen hebben toch op de een of andere manier hun behoefte aan iets materieels om te kunnen geloven. Altijd. Splinter van het kruis, reepje van de lijkwade. Hè? Die blijkt dan achteraf vals te zijn natuurlijk. Hè? Zou me niks verbazen als achteraf het katholieke geloof ook vals bleek te zijn. Hè? Maar ja, dat zien we in de hemel dan wel.
Maar dan opeens dan ontstond er in zo'n hele groep, waarvan al die mensen, de meeste mensen buiten op straat stonden, ontstond er enige deining. Dan begonnen die armen die begonnen te reiken en die hoofden begonnen te rekken. En dan opeens had je iets in je handen. Vinger van Django Reinhardt. En dan waren er van die sukkels, die waren dan voor de eerste keer. En die gingen dan, die dachten dan dat het fluitje was. Dus ze gingen op die vinger. En dan zeiden ze, ceci n'est pas une flûte. Nee, nou, dat beweer ik al de hele tijd, ja. Grandioos. Stond je buiten, dat was zoiets fantastisch. Je stond een uur in de regen. Hè, vlak na de oorlog, paraplu's waren er nog niet. Ja, ze waren er wel, maar die stonden in Cherbourg. En, maar regende hier niet. Je stond daar absoluut te denken aan totaal niets. Toppunt van concentratie. Oké. Houd dit vast. Houd dit vast. We gaan even pauzeren. Houd dit vast. Dat we niet straks na de pauze weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Ja? Neem een kopje koffie, zoiets. Prima. Ik ga even de hond van Willy Wald uitlaten. Ja, dan doe ik het zelf. Sorry. Nee, dan verbreek ik zelf de magie. Sorry. Nee, dat infantiele gedoe met dieren, ik word daar ook helemaal gek van. Dat met die zeehondjes, wat vind je daarvan? Is toch het meest onuitroeibare soort wat er bestaat? Daar hadden we toch een leuk euthanasieprogrammaatje voor opgesteld, is het niet? Wie zou het toch in Groenland door die Canadezen met een bijltje, 5 zeehonden en een bontjas, hadden we toch afgesproken, hè? Nee, dat vond men onmenselijk, inhumaan. Onder leiding van Brigitte Bardot. En humain! Nee, men ziet die zeehonden liever 14 dagen op het wat. En wat heb je dan als ze dood zijn? Hoestdrankje voor kalveren misschien? En dan die zeehondencrash. Wat vind je daarvan? De zeehondencrash. Het is toch niet te hopen dat deze beschaving ooit opgegraven wordt, hè? Dat over 3000 jaar zo'n archeoloog met zo'n vegertje, wat hebben we hier? Een zeehondencrash. Omdat er per jaar 300 zeehondjes doodgaan. Weet je hoeveel muggen er per jaar doodgaan? Nou, van een muggencrash heb ik nog nooit gehoord. Ja, als je er een tegen het behang kapot slaat, ja. Wow, dat is een muggencrash, ja. Maar een mug doet er ook geen vliegkwaad, of wel? Laten we ophouden met dat sentimentele gedoe over dat milieu vissen. Dat vind ik ook van die uitslovers vissen. Altijd maar in die zee zwemmen. En nooit eens een keer op een handdoek op het strand gaan liggen of zo. Het schijnt dat ze dat bij de Oostzee gedaan hebben, dan zijn ze wel gauw bruin, dat is waar. Uitslovers die vissen hebben ook eigen actiegroepen, hè, vissen. Je hebt homoseksuele walvissen tegen kernenergie, heb je? Niet te verwarren met potvissen tegen kruisraketten. En heb je ook nog kabeljauw tegen tutoyeren, heb je ook nog. Dat met die twee walvissen bij de Noordpool, dat is ook een uitsloverij onder dat ijs en zo. Tenslotte zijn die door de Russen bevrijd. Nou, klaar ben je, zeg. Ik geloof dat ze eerst verkracht zijn en vervolgens... vraag dan maar aan de Polen hoe dat gaat. Nee, we moeten heel anders tegen dat milieu aankijken. We moeten nieuwe beesten aanmaken die tegen de omstandigheden opgewassen zijn. Niemand zegt mij dat je niet rechtstreeks uit gras melk kan maken. Daar hebben we toch heus geen koeien voor nodig. Heb je wel eens goed naar een koe gekeken? Jongen, wat een mislukking is dat, zeg! Dat is toch een aanfluiting voor de schepping, dat beest. Ik weet dat ik niet mooi ben. Maar dan moet je hier nog eens een uier bij denken, zeg. Nee, in Spanje zagen ze die beest uit triplex en dan weet je dat het om sherry gaat. Zo moet je ze aanpakken.
Struisvogels, waar zijn die voor nodig? We kunnen toch best zelf onze kop in het zand steken, of niet? Het gaat er alleen nog even natuurhistorisch, biologisch om de vraag... wat moet er eerder verdwijnen, de kip of het ei? Nou, als jullie je nou in werkgroepjes opdelen... hè, en daar eens lekker over discussiëren, komen we de pauze zo door. Hè? Neem een kop koffie erbij. Wat? Pils? Ik zou geen bier drinken. Zou ik niet doen. Nee, dat zakt naar je benen en we gaan na de pauze dansen. Dat wordt echt niks, hoor. Hè? Roken zou ik zeker niet doen. Zou ik zeker niet doen, roken. Maar het is een piepklein foyeretje en als je dan gaat staan roken... dat is heel vervelend voor de mensen die niet roken. Oh, zitten geen rokers in de zaal. Nou, paf weg wat je kan, zou ik zeggen, rokers. Zet hem op, hè? Ik bedoel, desnoods, we steken een heel pakje tegelijk in je mond. Moet zo zijn dat we na de pauze de uitzaaiing kunnen horen reutelen, ja? Neem een lekker kopje koffie, hè? Hoewel, koffie schijnt ook niet zo goed te zijn, geloof ik, hè? Nee, er zit hach in of zoiets, hè? Ja, koffie, hach. Nou, ik zou het niet nemen. Nee. Weet je wat je doet? Neem een bakje thee. He, een bakje thee. En weet je wat het leuke ervan is? Hebben ze niet op gerekend. He, witte suiker zou ik niet doen. Nee. Witte suiker, puur vergif. Ik zou er bruine suiker in gooien. He, zoetjes krijg je staartkanker van. Ja, daar heeft de hond van Willy Walden, die heeft haar huis staartkanker van. Want ze gooit altijd zijn zoetje in de thee en dan moest die hond moest roeren en mag. Ja, het staat er. Nou, even gelachen, oké. Okay. Gaan we nu concentratie. Oké, concentratie. Lukt wel. Kan de zaak niet in de maling zitten nemen hier, hè? Dan hebben we desnoods helemaal geen pauze. Oh. Gaan we niet provoceren, hoor. Want dan laat ik die pitbull hier in die zaal even uit, hoor. Kan ook anders, hoor. En desnoods gooien we een paar ketels thee de zaal in, hoor. Kun je maar kijken of je je kopje op tijd erbij hebt. Kan ook anders. Wat nou weer? Ook nog... Oh, wacht. Moet je maar. Ja. Jungle Reinhardt. Moet je maar. Oh, heerlijk. Ah, dan kan je me altijd weer mee in een goede stemming brengen, hoor. En toen had hij al geen vingers meer. Nee, had hij dat stompje en hadden ze een kroontjespen ingedrukt, zo. En dan stond hij... Ja, dan speelde hij zo, hoor. Ja. Grandioos, hè? Af en toe moest je even in de ink dopen natuurlijk. En dan weer spelen. Ah, heerlijke muziek. Ah, goeie hoor, gaat ie. En nu? Ja, met een grootjesband hoor, ongelooflijk. Hè? Heerlijke muziek. Ah. Oh, nou moest hij even indopen, hoor je het? Moest hij even indopen. Ah, heerlijk. Nou, als je nou, nou, dan weet ik het wel, hoor. Ja, gek, daar kon je vroeger de hele avond naar luisteren, maar het begint nou toch betrekkelijk gauw te vervelen, eerlijk gezegd. Als ik daar nu naar luister, dan kan ik eigenlijk voor het eerst, begrijp ik, waarom de hard rock muziek ontstaan is. Door zeg van, kom eens even hier met die gitaar, versterker op 10. Die concentratie vasthouden, ja? Oké. Zo is het.
Deerlijk staat hier bijvoorbeeld hier danig door elkaar. Nou, dat is dan hier danig door elkaar. Dat is dus een anagram van hier danig. Hè? En dat geeft dan ellende. Dus dan krijg je narigheid. Begrijp je? Doe maar open. Hoor. Het is niet erg goed gekomen met die concentratie, geloof ik, hè? Zo gezegd geen bier te drinken. Komt. Gaat u zitten. Mensen in het midden komen ook altijd als laatste binnen, hè? Moet die hele rij weer opstaan, zo allemaal. Ik heb ook zo'n vreselijke hekel aan op mijn tenen getrapt te worden. Dus dan sta je helemaal... Af en toe komt er wel eens iemand langs waarvan je denkt... Ja, maar... Niet zo vaak. Niet zo vaak. Concentratie. Ja? Concentratie. Als een kind zich concentreert... dan gaat er een wereld voor dat kind open. En die wereld die moet dan natuurlijk een beetje ingeperkt worden. Hè? Door middel van discipline moet daar paal en perk aan gesteld. Hè? Want als je kinderen vrije ruimte geeft, gebeuren natuurlijk ongelukken. Hè? Dat weten we uit het oeuvre van Yvonne Keuls wel hoe dat gaat. En, ja, het schijnt dat ze zelfs kinderen in bepaalde opvoedskampen opvoedt... en ze dan het slechte pad opstuurt, hè, om boeken te kunnen schrijven over ze. Heb ik zoiets, ja, er gaan rare geruchten gaan erover. Hoor. En, maar discipline, het is in Nederland niet geliefd, maar toch belangrijk. En ik weet ze uit eigen ervaring dat iedere beperking in je leven... tot een verrijking kan leiden. Er waren vroeger bij mij thuis twee dingen... waar ik absoluut niet aan mocht komen. Absoluut, onder geen enkele voorwaarde. Dat was een schilderij van een Drents heidelandschapje. Met een paar herders en een paar schapen en een paarse hei. En dat was het scheermes van mijn vader. Absoluut niet aankomen. Dus het was helemaal niet zo verwonderlijk dat ik... toen ik mij voor het eerst realiseerde dat mijn ouders niet thuis waren... dat ik mijzelf opeens aantrof voor dat Drentse heidelandschapje... met het scheermes van mijn vader. Ja. En ik maakte daar toen een klein winkelhaakje in. Nou, klein. Een flinkelhaakje, mag ik wel zeggen. En mijn vader natuurlijk de volgende dag woedend. Hè? Waarom heb je dat gedaan? En ik zei, ja, ik wou de schapen scheren. Nou, dat vond hij ook leuk. Dus toen dacht ik, oh, zo kun je je eruit redden. Nou, daar heb ik toen mijn vak van gemaakt. Dus ik doe elke avond niks anders dan een winkelhaakje in een Drentse heidelandschapje maken. Dus zo zie je maar dat iedere beperking tot een verrijking kan leiden. Hè? En ik zoek mijn discipline zoek ik altijd in het maken van rijmpjes, kleine gedichtjes. Hè, volgens rijmschema AA, BB of AB, AB of AA, BB. Dat is de discipline. En na de discipline krijgen we de wijsheid. Hè? Wijsheid. Een afgedragen schoen zegt meer dan een versleten zool. Is één van de vele betekenisloze spreekwoorden die onze taal rekt. Ander voorbeeld. Zoals de wind waait, molenaar, pas op je hoed. Of wie brandt bij het opstaan, rookte bij het naar bed gaan. Maar wie aan zijn trekken wil komen, die kan ook naar België gaan. In Brugge hoor ik deze. Als de klokken Roeland bijert, moet je je horloge gelijk zetten. Maar wie werkelijk aan zijn trekken wil komen, die moet naar Friesland gaan. Daar hoorde ik Jimme Sjoegekrek in twa. Ik de mine, hij twadra. Ja, lachen is het beste dat je kan doen daarom. Er was eens een reusachtig keizerrijk. En aan het hoofd van dit reusachtige keizerrijk stond een koning. Ja, luisteraars, heel langzaam kwam er een democratiseringsproces op gang. En deze koning, die heette koning Klant. Naam doet er niet zoveel toe, hè? Frits Klant.
Deze koning Klant die zei eens in de zoveel tijd zei hij iets opmerkelijks. Wat opmerkelijk is, want koningen vandaag de dag zeggen nooit meer iets opmerkelijks. Als het zo was, zou je het wel opmerken. Vroeger kon bijvoorbeeld een prins. Prins kon vroeger zeggen, zijn of niet zijn. Hè? Tegenwoordig prinsen, zijn ze er nog? Hè? Zeg maar, de huidige vorstenhuizen verhouden zich tot het weekblad Privé als de oude koningshuizen tot Shakespeare. Deze koning Klant, die had bijvoorbeeld bij zijn laatste troonrede had hij gezegd, cynisme is de ultieme ontsnapping van het intellectuele aan het dagelijks burgerlijk. Ik zeg het maar één keer, dat deed hij ook. Hè? En een heel jaar lang piekeren de burgers dan over zo'n zin. Nu had koning Klant twee zonen. En de ene zoon heette Prins Heerlijk. Heerlijke knul, naam zegt het al, beetje losbol, beetje playboy, beetje macho type. Deed het goed bij de vrouwtjes, was ook een leuke, aantrekkelijke jongen. Mooie jongen, kort haar, brilletjes, scherpe neus, geef bekkie. Hij leefde er ook voor hoor. Hij deed er alles aan, beetje weightlifting, beetje joggen, beetje lichaamsmassage. Hij liet één keer in de 14 dagen liet hij zijn hol epileren. Ik weet wel wat het is. Ik heb het één keer laten doen in Avro's service salon. Die eerste 30 haartjes gaan nog wel hoor, maar die laatste 1682 dan. Prins Heerlijk. En hij had een broer, en die broer die heette Principe. Was een beetje zeker. Principe was een beetje zeker. Altijd hadden ze lekker sappige tournado. En dan begon hij altijd over boekweit en grutten. Dat het veel gezonder was en zo. Een beetje circus. Koning Klant. En die zag zijn einde naderen. Dun boekie was het. Dun boekie had van Adriaan van Dis kunnen zijn. Zo bedoel ik dat niet. Nee. Dat is een hele leuke collega van me, hoor. Daar kan je leuk mee praten, weet je dat? Daar kan je een leuk gesprek mee voeren. In het begin denk je, goh, lastige vragen. Maar al gauw heb je in de gaten, luistert helemaal niet. Maar dat lult lekker weg, hoor. Die koning Klant steeds zijn einde naderen. En hij heeft geen zin om zijn keizerrijk in tweeën te splitsen. Want er komt alleen maar narigheid van in de toekomst. In het verleden trouwens ook. En dus zegt hij na afloop van de maaltijd tegen zijn twee zonen, hij die van jullie thuis komt met de vrouw die mij het meest bevalt, hij die zal mijn koninkrijk erven. En Prins Heerlijk denkt, kat in bakkie. Ja, die kent wel 1000 heidies. Dus die organiseert een knalfuif. En er komen zeker 5000 bloedmooie meiden op het paleis. Zo mooi, de nietjes zitten nog in hun buik. En koning Klant, die weet niet waar hij kijken moet, hè, van het vergelijkend ware onderzoek. En intussen is Principe met een beetje onbestemde dame de kelder ingedoken en gaat naast het stookhok met haar van gedachten wisselen. En de koning Klant heeft na het eerste feest zijn keuze niet kunnen maken. En Prins Heerlijk denkt, geen punt, organiseer ik nog een feest. En nog een feest, en nog een feest. En een maand later zijn er meer dan 70.000 centerfolds de revue gepasseerd. En de koning heeft een stijve nek van het stuk erdoorheen. En die denkt, toch eens even in die kelder gaan kijken wat die andere aan het bekokstoven is. Want die zit dan nog steeds met diezelfde vrouw naast datzelfde stookhok te discussiëren. En de koning legt zijn oor te luisteren. En hij hoort de dame zeggen, cynisme is liefdeloze onthechting. Ah, denkt de koning, dat is mooi gezegd. Dat had ik willen zeggen. En geheel tegen de mannelijke natuur in, proclameert hij, deze vrouw wordt de nieuwe vorstin van ons land. En Principe die roept om de hoek van de deur, gezegd is gezegd. En Prins Heerlijk denkt, shit. En de dame wordt prinses, zij komt op het paleis wonen. Weliswaar niet in dezelfde kamer als Principe, want dat heeft hij liever niet. Hij wil eerst getrouwd zijn en dan pas samenwonen. Principe blijft Principe. En van deze bizarre omstandigheid maakt zijn broer lafhartig gebruik. Op een avond, als de prinses alleen in bed
Lekker geil ligt te dromen. Ik weet niet of prinsessen dat doen, hoor. Dat weet ik niet. Hè? Wat denk je, Christina? Ik weet het niet. Wie? Stefanie van Monaco, ja. Even strooien en snieders. Op die avond als die prinses daar lekker strooien en snieders in het bed ligt te doen, komt prins heerlijk een beetje vermomd als zijn broer naar de bij. Heeft een pruikje opgezet, een beetje Litouwers body lotion op zijn armen gesprenkeld. Ja, hij heeft ook zijn eigen geurlijn hoor. Ja, Litouwers deodorant heb je, hè? Kraandrijvers okselwater. Prins heerlijk sluipt naderbij. Hij opent de deur en roept om het hoekje tegen de prinses met de stem van zijn broer. Wil jij met me trouwen? En de prinses zegt, ja. En prins heerlijk vloekt het licht aan en roept, gezegd is gezegd. En de prinses schrikt zich kapot, rent de lange gang in en valt snikkend in de armen van principe en roept, ja gezegd. In principe zijn gezegd is gezegd. Dit vergeef ik je nooit. Verlaat het huis mijn vaders om nimmer terug te keren. Hij rent de gang uit, springt op zijn paard en rijdt de verkeerde kant. Volgende dag moet prins heerlijk aan de koning vertellen. Maar de koning blijkt die nacht gestikt te zijn in zijn laken. Leve de nieuwe koning. Prins heerlijk wordt koning te rijk. En de prinses wordt koningin Heidi de eerste. En de koning heeft bij het maken van zijn eerste troonrede al heel snel in de gaten dat hij helemaal niet zonder principe kan. En ook de koningin heeft het buitengewoon moeilijk zonder de vlijmscherpe tong van de broer van de koning. En dus wordt er een grootscheepse speuractie op touw gezet. Het hele land wordt gemobiliseerd. Het leger, de binnenlandse veiligheid, de politie, het parlement, herauten, klaroenen, schavuiten, spelonken en alles wordt gemobiliseerd. Maar ze kunnen hem niet vinden. Ze kunnen hem niet vinden. 5 jaar en 3 parlementaire enquêtecommissies verder is er van principe nog steeds geen spoor. Tot op zekere dag een bode met een tegeltje van makkelijk aardewerk aankomt, waarin oud-gotische letters in Delsblauw opgeschreven staat. Cynisme is liefdeloze onthechting. Beet, denkt de koning. En stuurt de bode weg met een mededeling, laat de kapper onmiddellijk naar het paleis komen. En 2 dagen later is de bode alweer terug met een mededeling, laat de koning onmiddellijk naar de kapper gaan. Beet, denkt de koning. En dan stuurt de bode weg met een boodschap, alles is vergeven en vergeven. Vergeten. 2 dagen later komt de bode terug met een mededeling, nooit. Beet, denkt de koning. Beter kan het niet. Maar hoe? Hoe krijg ik mijn broer op het paleis? En op een avond sluipt hij de slaapkamer van zijn vrouw binnen, die al lang niet meer het echtelijk bed met hem deelt. Hij schroeft haar ring van haar trouwvinger, doet die in een klein perlemoren doosje en zegt tegen de bode, de kapper hoeft alleen maar ja te zeggen. En anders zullen we moeten zoeken naar andere methodes. En dan breken dagen van spanning aan. Koning loopt in zijn paleis heen en weer en na 4 dagen wordt er een rechthoekig pakket bezorgd. Ongeduldig pakt de koning het uit en het blijkt een Drents heidelandschapje. En onder staat in gotische letters, ceci n'est pas een Drents heidelandschapje. 3 dagen later wordt er een beetje raar geschenk. Koning pakt het ongeduldig uit en snijdt zijn vingers open aan een scheermes. En een week later komt de verfomfaaide bode aangestruikeld. Koning die griste met pellenmoeren doos uit handen, ongeduldig maakte hij het open. Door de trouwring van zijn vrouw steekt de vlijmscherpe tong van zijn broer. Wat is wijsheid? Is de openingszin van de troonrede dat jaar. De toehoorders kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat de koning met dubbele tong spreekt. En ook de koningin heeft het van de ene op de andere dag weer naar haar zin. Van principe werd nooit meer iets gehoord. Restte de vraag, wat is wijsheid? Oké, we hebben gehad vertrouwen, we hebben gehad concentratie, we hebben gehad discipline, wijsheid. Gaan we nu naar de liefde. De liefde. Is een beetje groot woord. En een beetje van zijn kracht ontdaan sinds het in handen van de boeketreeks is gevallen. He? Maar ja,
Dat is het lot van grote woorden. Vroeger had je ook het woord God, maar is in handen van de EO gevallen en zonder betekenis. Laten we zeggen, liefde, diep, diep, diep. Ik ga toch even naar de wc moeten gaan in de pas. Liefde, ja, ik was met een puzzel bezig, het is er niet van gekomen. Liefde is diep, diep verlangen. Het is, dat moet ik niet doen. Probeer even op te halen. Liefde is als stromend water. Nee, dat moet dan. Als je er eenmaal over begint, is er geen houden meer aan, hè? Het is net als vroeger thuis, dan in de, gezellig in de huiselijke kring. En dan gebeurde er iets leuks en je denkt, nou, ik hou het wel even op. Maar op het hoogtepunt zat ik altijd op de wc. Had je met Sinterklaas, had je die mand, die werd op een zeker moment neergezet. Altijd van, komt die mand vandaan? Ben ik een keer op 5 december, 's morgens om 6 uur, bij de kachel gaan zitten. Pak je brood, fles melk. Knappe jongen die vandaag die mand hier ongezien binnenkrijgt. Maar ik denk dat ik iets te veel melk heb gedronken, ik weet niet. Maar om 12 uur moest ik verschrikkelijk nodig, hè? En om 3 uur had ik al die gaten een beetje professorisch afgesloten. Ik had zo mijn eigen deltaplannetje ontworpen. Maar om 17:30 kon ik het echt niet meer houden. Ik naar de wc, kom ik terug, stond die klerenmand terug. Wijsheid is op tijd naar de wc gaan. Nee, de liefde... Nou, laat maar even gaan ook. Dat gezeur erover. Nee, er is ook een stichting opgericht om de incontinentie uit de taboesfeer te halen. Dus wie weet dat ik daar op mijn eigen ordinaire manier nog een bijdrage aan kan leveren, hè? Liefde is als stromend water, ja. Het is de zee die zijn waterstofdamp van de wolken schenkt. Die op de wind richting Hogeberg te gaan. Om daar hun maagdelijk dek op de scherpe rotswanden te laten afdalen. Want dat is de eerste taak van de liefde. De eerste taak van de liefde is om de bergen, de mantel der liefde, zeg maar. Ja, die hond die heeft die hele bandrecorder aan fladder geschud. Die mantel der liefde. En dan in de lente, hè, liefdeskwartaal bij uitstek, als de sneeuw smelt. Als de sneeuw smelt en de druppels gewijs in het dal zakken. En in staat zijn om de rotsen te splijten. Dan zien wij een tweede kracht van de liefde. De liefde is net als water in staat om rotswanden te klieven. En al die druppels die gaan op weg naar die waterval. Op weg naar die waterval. En daar bij die waterval, daar hebben wij elkaar ontmoet. Ja, dat is de liefdesbron bij uitstek. En het romantische geluid van die waterval herkennen we allemaal. Dat subtiele geluid. En we staan onderaan de waterval. Gewoon af zo lopen. Het maakt niet uit wat je zegt, hè? Dat is het grandioos en dat heeft de liefde ook. Woorden doen er niet meer toe. Het geeft niet wat je zegt. En of het nou een waterval is, het is een waterval. Of het is dat simpele regenbuitje na een periode van lange warmte. Lange droge warmte. Als de aardkorst open berst. Als de lippen van de woestijn reizen. Ik weet nog hoe vlak na de oorlog. Wij zaten bij elkaar. Nee, toen was ik in Parijs. Hoe kan dat? Nou, het moet iets eerder of later geweest zijn. Het zou ook best in Parijs kunnen. We zaten bij elkaar in de huiskamer. En eindelijk komt daar het verlossende bij. En moeder loopt naar het raam. Veegt haar handen aan haar schort af. En spreekt de historische woorden. Fijn voor de boer. Fijn, zo onbaatzuchtig zijn wij opgevoed. Terwijl die smerige rotboeren de grond zodanig aan het verzuren zijn dat er zure regenparaplu's nodig zijn. En die zee, dat liefdesbekken bij uitstek, dat,
Dat grandioze die altijd maar zei, ja, gooi je rotzooi maar in mij. Ik kan het wel aan. Die zee die kon concurreren met de schouders van Jezus Christus wat betreft zonder de wereld op zich nemen. Die zee kan niet meer. Die zee kan niet meer. Die stort zijn vuiligheid op onze stranden uit. En die liefde, die leren hond. Water gegeven, Henk? Nee, ik heb even een douche genomen. Opeens besef je wat het is, bloem te zijn. Afgesneden worden om bij een ziekbed te staan. Of om op een graf te liggen. Iedere bloem droomt er natuurlijk van in de handen van de koningin gedrukt te worden. Nou, iedere bloem. Van een gevierd acteur. Of een prima ballerina, hè? Maar de meeste bloemen staan in het ziekenhuis. Of liggen op een begraafplaats. Ja. Hoe laat is het, Henk? Hè? Nou, 10:30 denk ik zoiets, hè? Zou ik hier om 10:00 een stuk stervensbegeleiding krijgen? Is het 10:30? Is dat mens er nog niet? Ik kan zeker de auto niet kwijt, hè? Of degene waar ze nu is, die wil niet doodgaan. Denkt zeker dat hij alleen op de wereld is. Hè? Mensen zijn net bloemen. Ik vind jou precies een tulp, Henk. Ik hou niet van tulpen. Een bos, vaak nog wel. Of een wolfveld. Maar één tulp. Wat is er mis met één tulp? Je moet als ik dood ben naar Amerika gaan, Henk. Ik? Naar Amerika? Als jij dood bent, wat moet ik daar? Ze zijn dol op tulpen, die Amerikanen. Het is net geboren worden, doodgaan, ja, weet je dat? Ja, lul maar raak. Je weet dat het komt, maar niet hoe laat. Oh, op die manier, ja.
Weet je nog dat Rudy geboren werd? Kregen we de nieuwe ijskast. Met 3 jaar garantie. Dat was wat hoor, op een ijskast, 3 jaar garantie. Ik zie me nog thuiskomen uit het ziekenhuis. Je kon er niet in. Ijskast zat klem in de voordeur, hè? Trudy en de ijskast. De ijskast hebben we nog, hè? Trudy zat geen garantie, hè? Waar blijft dat mens nou? Ik heb nog zoveel vragen. Ja, maar ik ben er toch ook? Je kan mij toch ook een vraag stellen? Denk je dat we die stervensbegeleiding terugkrijgen van het ziekenfonds, hè? Ja, dat zou ik nou even zo gauw niet weten. Ik wil niet beknibbelen op de uitvaart, hoor. Oh, op die manier, nee. Dan ga je net zo lief alleen dood. Dan ga je net zo lief alleen dood, hè? Nee, jij hoeft niet op de waakvlam gecremeerd te worden, hoor. Waarom hebben we Trudy eigenlijk begraven, Henk? Er was toen toch al aardgas? We hadden anjers voor op de graf gekocht. Ik hou niet van anjers. Ik ben dol op anjers. Ik hou niet van anjers. Ik weet het niet. Maar anjers hebben iets vorstelijks. Precies wat ik erop tegen heb. Ik zie me nog op de begrafenis van die kleine. Het was regenachtig. Ik vond mezelf nog best flink. Ik liep voor het kistje uit met die 100 anjers. Geen gezicht. 1 tulp met 100 anjers. Waarom zeg ik toch allemaal van die vreselijke dingen? Ja, waarom? Zeg jij allemaal van die vreselijke dingen, ja? Ik heb wel een idee. Omdat je op het punt ligt om dood te gaan en je denkt, kom, ik zadel die man van mij nog eens met een jaartje of 15 denkwerk op, daarom. Dat ik nooit eens een keer een seconde de tijd krijg om eens even iets voor mezelf te bedenken, maar me verwonderen over die waanzinnige laatste woorden van jou. Daarom zeg jij van die vreselijke dingen. Ik hoop niet dat er een hiernamaals is. Ik moet opeens aan Vlieland denken. Vlieland? Of was het de Schelling? De Schelling. Ameland! Oh ja. Ameland. Wat heb je toch een fantastisch geheugen, ja, hè? Niet slecht voor een tulp, hè? Zul je nog vaak aan me denken? Zul je nog vaak aan me denken? 15 jaar kan ik aan niks anders denken dan aan die laatste woorden van je. 15 jaar probeer ik ze opnieuw te monteren om er nog iets fatsoenlijks uit te breien. Maar ik heb nog nooit 1 goed lopende zin uit je mond kunnen maken. Zal ik vast met de toespraak beginnen, Henk? Ja, ik spoel wel door. Ga jij nog spreken? Ga jij nog spreken? Tuurlijk ga ik spreken. Denk je dat ik na 25 jaar huwelijk me de kans laat ontnemen om eindelijk eens een minuutje of 5 ongestoord aan het woord te zijn? Tuurlijk ga ik spreken. Alleen, waar moet ik het in godsnaam over hebben? Vertel die mop van het naaktstrand nog maar eens. Die vind ik om je dood te lachen. Ameland. Ameland. Het was toch op Ameland? Ja. Aan die zolder op die kampeerboerderij die we gehuurd hadden. Met die stroozak en dat eenpersoonsbed. Dat jij nog zo romantisch zei. Ik slaap wel op de stroozak. God, wat sliep ik die nacht slecht. Jij de volgende morgen vroeg op ontbijt maken, dat was zo in die tijd hoor. Jij maakte het ontbijt. Ik denk, kom, ik duik nog even het eenpersoonsbed in om mijn schade in te halen. Maar daar had jij om hem warm te houden de theepot in gezet. Ik ben nooit zo vlug mijn nest uit geweest als toen. En ik zat onder de blaren. Zakjes waren er toen nog niet. Ik
brandwonden is het ergste. Ja, wil maar raak. Als ze mij in mijn leven hadden laten kiezen tussen verbranden en verdrinken... Had jij het wel geweten, zeker? Wel geweten. Maar ja? Maar ja. Het is kanker geworden. Het is kanker geworden. Mens heeft het niet altijd voor het zeggen, hè? Waar blijft dat mens nou? Blijft dat mens nou? Ach, ach, voor dat soort mensen ben je een nummer. Premiejagers zijn het kilometervreters. Met een vlamde pijp uit, dat is de mentaliteit vandaag de dag. Al die stomme vragen die ze stellen. Hoe voelt u zich? Mens loopt aan alle kanten leeg. Zaait als onkruid uit. Komt iemand die cum laude geslaagd is op de studie. Omtrent het stervenspsychologie. Vragen. Hoe voelt u zich? Nou, voor iemand die doodgaat mag je niet klagen. Ben u met alles klaar? Nee, ik had de buitenkant nog graag een beurt gegeven. Ja. Nou, je zin. Heeft u nog speciale wensen? Dat Pieter van Vollenhoven bij de crematie verliezen speelt. En dat hij dan voorover in het vuur lazert, Jan. Ik wil toch liever begraven worden, hè? Wat nou weer? Ik moet opeens aan die brandwonden denken. Oh, op die manier. Denk je dat je het nog om kan gooien? Oh, ik doe net of ik die formulieren kwijt ben, dat is geen punt. Zet mij maar bovenop de kist van Trudy. Die stomme vragen. Stomme vragen? Is er nog iets dat u niet met uw man durft te bespreken? Wel, nee. Ja. Dat ik ook vreemd ben gegaan op Ameland. Ik dacht dat jij de enige was. Ik dacht dat ik de enige was, ja, ik. Met de dochter van de veldwachter van Ameland. Precies. Dat ik in het begin best trots op je was. Nou, daar had jij alle aanleiding toe, hoor. Om trots te zijn. Jouw Henk met de dochter van de veldwachter van Ameland. Daar waren er niet veel van, hoor, op Ameland. Maar toen raakte ze zwanger. Ja, dat was even een domper, ja. Ik nog mijn breiwerkje laten slingeren. Ja, dat begreep ik niet. Maar jij was niet zo snugger in die tijd. Nee, ik was niet zo snugger in die tijd, nee. Wat dat betreft hadden ze jou wel de bisschop van Roermond kunnen maken. Toen jij op een avond weg was... Ik weet nog precies welke avond het was. Het was volle maan, duimpannetje, helmgras... Ja, dat verhaal kennen we nou wel. Toen jij op een avond weg was, kwam er een jonge man een kopje suiker lenen. Oh, wat een platte truc, zeg. Bernard heette die. Bernard? Hij had iets vorstelijks. Dat zeg. Iets van een anje. Ja, daar was ik al bang voor, ja. We hebben het op jouw stroozak gedaan. Op mijn stroozak? Terwijl ik in die duimpan de zandkorrels onder mijn voorhuid lag weg te pulken, lagen jullie geriefelijk op mijn stroozak te vips. Wat is er van die Bernard geworden? Ik wurg hem hier ter plekke nog. Kort daarop is hij naar Luxemburg geëmigreerd. Hij is naar Luxemburg geëmigreerd. We zouden schrijven. Ja, dat gaat niet aan Luxemburg, hè, schrijven. Dat kan niet. Ze hebben geen postzegels, hè, in Luxemburg. Groothertog Jan past er niet op, hè. Ik heb hem nooit meer gezien. Zie jij dat kind van haar nog wel eens, Henk? Is toch ook mijn kind? Zeker. Eigenlijk is het mijn stiefdochter. Heb ik toch nog wat? Ik ken haar alleen maar van de foto. Beste Henk. Ruim 25 jaar hebben wij lief en leed gedeeld. Als dameskapper heb
jij permanent je werk gedaan. Van een scheiding is nooit gekomen. Nee, we waren geknipt voor elkaar. Leuk, hè? Die woordspelingen. Vind je niet, Henk? 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 Je zit toch niet met die spermsbegeleidster te flikvlooien, hè? Zou je het nu willen doen, Henk? Wat we samen afgesproken hebben? Nu? Nu doen wat we samen afgesproken hadden? Ik zou best een nachtgeluk lusten. Een jongen en een meisje liggen aan het naaktstrand. Dan vraagt het meisje aan die jongen: wil je even mijn rug inwrijven? Waarop die jongen zegt: natuurlijk. Dan vraagt het meisje na enige tijd: wat doe je nu? Waarop die jongen zegt: natuurlijk. Maar het is mijn rug helemaal niet. Waarop die jongen zegt: ik wou net zeggen, de muggen hebben je lelijk te pakken gehad. Vijftien jaar leg ik bloemen op haar graf. Vijftien jaar is ze dood, maar de band bleef. Vijftien jaar en vergeven zal ik haar nooit. Nooit. Dat ze me die laatste dag opzadelde met de vraag: wat heeft hij wel wat ik niet heb? 15 jaar liet ze me achter, jaloers, jaloers. Het Margriet houdt het midden tussen iets vorstelijks en iets lulligs. Dat heeft hij van Vollenhoven heel goed begrepen. 15 jaar breng ik bloemen aan haar graf. Ach, de ene dag had je wel eens wat meer zin dan de andere dag. Er waren ook dagen dat ik ongelegen kwam. Ik
zie mezelf nog aanlopen met mijn bosje bloemen. Plechtig legde ik ze neer bij het graf. Bleef nog een ogenblik staan in stil meditatief verwijt. En op de terugweg draaide ik me nog één keer om. En zag hoe een oud vrouwtje de bloemen bij haar graf opraapte. En die vervolgens neerlegde bij het graf van haar man. Die avond ben ik met een spade teruggekeerd. Ik heb de beide graven geopend. En ik heb haar kist in zijn graf gelegd en zijn kist in haar graf. Nu was ik tenminste zeker dat de bloemen goed lag. Ach, het was niet altijd mogelijk van mijn uitkering om een nieuw boeketje aan te schaffen. Ik werd door de overheid gedwongen om willekeurige voortuintjes in te gaan en wat van mijn gading was bij elkaar te plukken. Maar fanatiek kwamen de eigenaren naar buiten, gristen me de bloemen uit handen en riepen: rot op, oude man, blijf met je poten van onze bloem af. En dan zei ik: jammer, ze waren bedoeld om voor op het graf van een overleden vrouw te leggen. En dan kon zo'n eigenaar ze eigen wel voor zijn kop slaan. En dat deed zijn eigen vrouw dan ook. Dan gooide ik er vaak nog een schepje bovenop. Dan zei ik: mevrouw, ons dochtertje is ons ook veel te vroeg ontnomen. En dan zei die mevrouw: kom maar gauw binnen, oud man. En eet je buikje maar eens lekker rond. Schaamteloos heb ik gespeculeerd op dat zeehondensentiment. Hele voortuin heb ik leeggeroofd. Ik had een afspraak met een tuinman. Ik nam een hele wijk voor mijn rekening. En dan kwam hij 2 weken later vragen of hij de voortuin opnieuw aan mocht leggen. Ik kon een aardig centje bij me verdienen. Ik had voor het eerst in mijn leven iets te besteden. Kon ik eens een rondje geven. Kom maar. Ik kwam op plekken in de stad waar ik nog nooit eerder geweest was met een vaste jongens. De plekken die ik gewend was te lopen, de plaatsen waar ik gewend was te komen, die meet ik als de pest. Ach, bloemen. Bloemen horen niet op een begraafplaats. Bloemen moeten buiten gezet worden en maar zien waar ze terechtkomen. Ik raakte het spoor volkomen bijster. Ik kwam terecht. Ik wist vaak de volgende avond niet meer waar ik de vorige dag besloten had eergisteren naartoe te gaan. En dan zo kwam ik op een nacht, vanzelf, dat ik wakker werd op de stoep van het RIAG. Afdeling preventie. De preventicus zelf deed open en zei: wat scheelt eraan? Ik zeg: ik weet het niet, maar probeer het te voorkomen. Hij zei: we gaan samen aan het werk. Dat samen beviel me niet. Ten slotte was hij de enige die ervoor betaald zou worden. Maar na een jaar was hij zo tevreden over onze samenwerking dat hij me een bosje bloemen cadeau deed. En hoe het kwam, weet ik niet, maar opeens kwam de weg me weer bekend voor. Opeens stond ik in de poort van de begraafplaats en was op weg naar het graf van mijn vrouw, waar een wild vreemde kerel met een bos anjers zat. Ik keek even of ik bij de juiste ligusterhaag rechts afgeslagen was. Dat kon niet mis. Eindelijk zou ik weten wat hij wel had en ik niet. Behoedzaam sloop ik naderbij. Thank you.
Maar hij invloed op het schelpenpad was voldoende. Om hem op te doen schrikken. En weg te doen. En ik erachteraan, ik haalde hem in bij de poort van de begraafplaats. Ik greep hem bij zijn jasje, keek hem in zijn gezicht. Hij had iets vorstelijks, iets van een aard. En ik smeekte hem, wie ben jij? Maar hij hield zijn mond stijf dicht. En dwong mij als een Joegoslavische clubarts de kaken te breken. Ik keek in zijn mond. En ik zag dat zijn tong eruit gerukt was. Enfin, nu wist ik tenminste wat hij niet had. En ik wel. Dit is het adagio. En adagio betekent zeer langzaam van de negende van Mahler. Eigenlijk wordt het iets te vlug gespeeld. Komt er dat Bernard Haitink ervoor staat. Die wil namelijk naar Londen. Dus nog even een haasklus voor hem. Het is dat Mahler het zo langzaam geschreven heeft, anders was hij al lang naar Londen gegaan. Ik ben met een verhaal bezig. Het verhaal gaat over een Russische dirigent. De ik-figuur, ik dus, is een Russische dirigent die zijn land is uitgesmeten omdat hij geroepen heeft dat de perestroika en glasnost niet bestaan, omdat Litouwers niet vrij is. En nu sta ik daar als verlegen vluchteling in de hal van het concertgebouw. Te midden van de chaos van een stemmend orkest. En ik heb slechts één diep verlangen, het vertrouwen van de muzici winnen. En mijn favoriete componist Mahler vertolken. Zover is. Nu ik 8 symfonieën tot een triomfantelijk einde heb gevoerd en bezig ben met het laatste deel van de laatste symfonie, nu merk ik dat het me opeens niet meer boeit, niet meer interesseert. Ik glijd weg met mijn gedachten naar Rusland. Ik zit met mijn grootvader op schoot en speel met hem het spel van de 7 poorten. Hij geeft me de sleutel van de poort van het vertrouwen en regelmatig ga ik rustig, rein op pad. Maar na jaren kom ik terug. Ik zeg, opa, die poort bestaat niet. Hij zegt, als je mij al niet vertrouwt, hoe denk je hem dan nooit te vinden? En opnieuw begeef ik mij op pad. En na jaren kom ik bij een poort waar een oude bedelaar ligt. Ik zeg, hoe kom ik hier door? Hij zegt, geef mij de sleutel. Ik maak je om 12 uur wakker. Ik zeg, ja, Amoula. Dat soort Walt Disney sprookjes kennen we in Rusland ook. Maar wat kan ik anders dan na 2 jaar terugkeren? Hem de sleutel geven en de volgende morgen om 10 uur alleen verneukt wakker worden. Maar nu weet ik wat vertrouwen is. Ik leg mij neer bij de poort en wacht tot ik een bedelaar ben. En na jaren komt er een jonge man die vraagt, hoe kom ik hier door? Ik zeg, geef mij de sleutel, maak je om 12 uur wakker. Hij zegt, Amoula. Ik zeg, tot over 2 jaar.
Dat is vertrouwen. En ik kom terug en ik ga door de poort. En nu? En nu, grootvader. De poort van de concentratie. En opeens besef ik dat ik voor een orkest sta, maar... Mijn handen slaan de maat niet. Waar ben ik? En dan opeens... Opeens hoor ik een fluitje. Ja, eigenlijk is het geen fluitje. En opeens besef ik dat de muziek van Mahler steeds minder noten bevat. Steeds minimaler wordt. En dat mijn hoofd steeds voller muziek komt te zitten. En dat ik steeds totaler aan steeds minder ga denken. En tenslotte absoluut aan totaal niets dat ik geconcentreerd ben, merk ik. Omdat ik omringd word door vrienden. Want niets en niemand is zo geliefd in deze tijd als hij die zich kan concentreren. En wat doen zijn vrienden? Niets anders dan proberen mij uit mijn concentratie te halen. Joh, je moet eens een avond met me gaan stappen. Ik heb een leuk huisje op de Veluwe. Laten we nou eens een paar avonden naar Zwolle. We hebben een hele leuke tijd. Vaak wist ik de volgende avond niet meer waar ik de vorige avond van plan was. 2 dagen daarvoor geleden naartoe te gaan. En ik vond mijzelf terug. Op de stoep van het RIA. En ik vroeg, hoe kom ik hier door? En de man zei, geef mij de sleutel, ik maak je om 12 uur wakker. Maar het vertrouwen was ik toch voorbij. De concentratie toch ook. Opa. En de oude man spreekt de toverformule. A-A-B-B. A-B-C-B. A-B-A-B, 10 kleine nikkertjes liepen in de regen. Eentje was van waterverf, toen waren er nog 9. 9 kleine nikkertjes riepen een mij rood. Toen de tsaar het hoorde, schoot hij er 9 dood. 0 kleine nikkertjes smeten om discipline. Toen grootvader ze hoorde, waren ze met z'n 10. Wat kan ik anders doen dan mijn dirigeerstok oppakken en hem als een zweep laten neerdalen op het 8-span voor me? Als ik mezelf niet in toon kan houden, laten het mijn paarden zijn. En laat ik ze geestelen, als was het mijn eigen rug. Joyce, ik weet niet of u kinderen heeft. Oh nee. Maar vroeger kon je tegen een kind zeggen, naar bed. Tegenwoordig moet je een vragenformulier invullen. Wil je naar bed? A, ja. B, nee. C, dat zullen we nog wel eens zien. D, morgen is er weer een nacht.
En ik kom aan. Bij de poort van de wijsheid en mijn vragenformulier ligt klaar. En bevat slechts één vraag. Wat is wijsheid? A. Wat? B. Alles? C. Niets? D. C en A? E. D en A? En ik kijk uit het raam. En ik zie dat de poort van de wijsheid op een kier staat. Ik steek mijn vingers op om te vragen of ik naar achteren mag en ren de lange gang door. Glip nog juist op tijd door de openstaande deur die achter mij dichtslaat. Huilend val ik in mijn grootvaders armen en vraag: wat is wijsheid? En hij zegt: op tijd naar de wc gaan. En nu kom ik in een land waar ik gelukkig ben, als geluk betekent nergens meer heen willen. En ik ontmoet er een vrouw. En om het cliché te vervolmaken schenkt ze me een kind. En op zondag gaan we wandelen in het park. En de zwarte stip aan de horizon kan mij geenszins verontrusten. Nog kan mijn gezin mij beletten iedere zondag iets verder te lopen tot het steeds meer horizondag wordt. En ik uiteindelijk ons drieën weer spiegeld zie in de glimmende poort van de poort van het diep verlangen. En ik vraag de bewaker: hoe kom ik hier door? En hij zegt: alleen. Alleen? Maar ik ben niet alleen. Ik ben met z'n drieën. Alleen. Dat is gemeen. Dan zal deze poort gesloten blijven. Maar binnen een jaar verlies ik vrouw en kind. En zie mezelf weer spiegeld op de rug in de poort van het diep verlangen. En ik zeg tegen de poorter: dit vergeef ik je nooit. 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 En vol vertrouwen ga ik op pad. Tot ik kom aan een poort en vraag: welke is deze? En iemand zegt: van de vergeving. En ik zeg: nooit. En draai me om. Tot ik kom aan een poort en vraag: welke is deze? En iemand zegt: van de vergeving. En ik zeg: nooit. Tot ik mij omringd weet door de poort van de vergeving en zeg: nooit. En iemand vraagt: wie ben jij? En ik antwoord: nooit. En ik ruk mijn tong uit mijn mond en ik smijt hem tegen de deur die langzaam open gaat. Heel langzaam. Adagio. Verbijsterd
kijkt het publiek naar de Russische dirigent. Die zich langzaam van zijn orkest afwendt. En zich richt naar zijn publiek en onbeschaamd zijn tong uitsteekt. In de wetenschap dat hem nog één poort rest. De poort van de onthechting. Zover ben ik met dat verhaal gevorderd. Jammer. Jammer van dat applaus. Tuurlijk, ik begrijp wel dat u het fantastisch vond. Het was ook geweldig. Maar dat hoeft toch niet door zoiets banaals als applaus beklonken te worden. Kom. Dames en heren, u onderschat mijn intelligentie toch niet om uit de stilte te kunnen opmaken of u het wel of niet gewaardeerd heeft. Maar goed. Het is gebeurd. Het was een geweldige avond. Ik vond u een buitengewoon publiek en heb er de hele avond aan moeten denken, wat zou er van deze voorstelling zijn terechtgekomen als u hier niet gezeten had? Hoogstwaarschijnlijk niet. Wel nu. Misschien zien we elkaar ooit nog eens terug. Someday. Somehow. Somewhere. Blijf voorzichtig naar huis. Even die hond uitlaten. Het is niet erg sympathiek om u zo gefrustreerd achter te laten. Hè? Het is wel modern, maar ten slotte is applaus in dit stadium het enige wat u terug kunt geven. Nou, vooruit. Klapt u dan maar.